2 april 2013 gaat de boeken in als de laatste dag van betaald voetbal in Veendam. Na 59 jaar ging de stekker er vanmiddag definitief uit. De club had vandaag €675.000 nodig en dat lukte bij lange na niet. In de studio interim-directeur Piet Scholtens en Henk de Haan, oud-speler die de afgelopen week heeft geprobeerd de club te redden. Welkom, heren. Ja, wat is jullie gevoel bij dit faillissement, heren? Ja. Een stukje Oost-Groningen gaat verloren. En, ja. En dat we ons uiterste best hebben gedaan om het toch proberen. Nog nooit, Piet. Ja, ontzettend jammer. Vanmiddag, ja, dat kan je bijna niet verwerken. Je bent enorm teleurgesteld daarover. En net wat Henk zegt, we hebben zoveel gedaan met elkaar. En dan toch moeten verliezen uiteindelijk, zeg maar, deze wedstrijd. Dat is ontzettend jammer. Ja. Ja, wij gaan even terug naar eerder vandaag, toen curator Gerard Breuker bekend maakte dat het doek definitief was gevallen. Er wordt geen beroep aangetekend. Sportclub Veendam tekent geen beroep aan, omdat benodigde bedrag wel langer na niet op tafel komt. Nou voelt dat als een groot verlies. En op basis van de cijfers die daadwerkelijk op de rekening staan, dan is het toch blijkt op dat het een volledig onhaalbare kaart is geweest. Vorige week kwam het heel hard aan. Maar ja, had je er een beetje rekening mee gehouden? Alleen nu in de loop van de week hou je juist weer rekening met het positieve. Dat het de andere kant op gaat draaien door al dat enthousiasme en al die acties. Ja, dan komt uiteindelijk het moment dat je gaat hopen dat je in beroep kunt gaan. Ja, dan blijkt het niet zo te zijn. Dat is wel een enorme tik. Het eerste wat ik dacht is jammer voor Veendam, jammer voor de gemeente Veendam. Jammer voor mijn kinderen, die hadden mij graag hier nog langer zien spelen. Die hadden mij graag in het stadion zien spelen. Mijn dochter die vindt het echt geweldig hier. Zij verliest ook een stukje van waar ik deel vanuit ben geweest. Ja, ik vind het echt heel jammer, echt waar. Ja, Piet Scholtens, ze zeggen net van er was nog weer een beetje hoop, want het enthousiasme was zo groot. Had u ook nog weer een beetje hoop dit weekend? Ja, ik had afgelopen weekend heel veel hoop in, ook het verhaal van Henk, waar de wereld in ging. En afgelopen weekend dat we die benefiet hadden, concert in het stadion, was ook heel positief. En gistermiddag na afloop was ik ook heel positief. En ik had eigenlijk het idee van, als het op een klein stukje vast zit, en er zit nog een ton, anderhalf vast, dan ga ik dus naar de rechtbank en ik vraag dus een beroep aan tekenen op dit. En dan denk ik, nou, de laatste stukje die halen we er nog wel bij op een of andere manier. Ja, ja, maar dat het gat zo groot zou zijn, dat had u ook niet verwacht. Nee, dat was voor mij vanmorgen, dat was een enorme teleurstelling even. Dat is, dan denk je in één keer, nou, alles stort in elkaar op dat moment. Ja, ja. Nou leek het eigenlijk nog best goed, Henk de Haan, want afgelopen weekend was er op de website van de club te zien dat er 225.000 binnen. Ja. Hoe kan dat dan ineens minder geworden zijn? €70.000 was op de rekening. €75.000 op de rekening. We hadden toezeggingen van 120.000 daadwerkelijk ook op papier staan. Alleen ja, zijn een paar bedrijven van €50.000. Die stonden niet op de rekening. Die stonden niet op de rekening. Maar echt de werkelijke toestijgingen. En vanmiddag nog weer iemand. Het was om 14:30, kreeg ik nog bericht van €100.000 wou die meneer storten. Ja, dat is allemaal te laat. Dat is allemaal te laat. En, maar die toezeggingen, die waren dit weekend al gedaan. Die waren de toezeggingen, waren de toezeggingen maar al gedaan. Hoe wordt het dan minder? Ja, is dat 200, ingetrokken weer? Nee, 200 tot 210, 225. En we hebben ook, afgelopen vrijdag ook, zijn we ook heel druk bezig geweest. We hebben een gesprek gehad met de gemeente voor een, ook voor de benefietconcert. Mag je maximaal 6.000 mensen die er mogen komen. En dan blijkt er dan 1200. 1398 over binnen Westen. Ja, dat was toch wel minder dan. Nee, maar je wilde het allemaal zo geloven. We zijn ontzettend trots op al die mensen die dat allemaal gedaan hebben. Natuurlijk. Dus verdorie, er zijn ontzettend veel geld gestort. Iedereen, alle Diana met haar moeder en alle supporters, ook voor supporters home, ook alle. Nou, Piet als interim voorzitter, fantastisch. Ook alle sponsoren allemaal. En, ja. Het is gewoon niet gelukt. Het is gewoon niet gelukt. Dat moeten we inderdaad. Dat we met opgeheven hoofden. Ja. En nogmaals, als ik. Ja, het is helaas niet gelukt. Nee. Piet Scholtens, is nu uw conclusie: alle moeite is voor niks geweest? Of is er nog een heel klein sprankje hoop? Nou, voor niks geweest. Nee, hoop. Als betaald voetbal is het echt gebeurd.
Dat kunnen we gewoon vaststellen. Daar is ook geen hoop meer op. Dat lukt niet meer. Dan hadden we dus vandaag het beroep moeten natekenen. En dat is niet gebeurd. Ja, ja. Valt het u niet tegen dat het bedrijfsleven eigenlijk SC Vindam toch een beetje heeft laten vallen? Nou, het valt tegen. Kijk, er zijn mensen genoeg die Vindam altijd gesteund hebben. En nu nog. En ook met Koos, met de bedrijven die erachter stonden wel. Maar dat is niet genoeg. Maar wat mij dan wel tegenvalt, misschien op een of andere manier, dat eigenlijk verwacht je de afgelopen weken. We zijn natuurlijk een week bezig en niet als vandaag of gisteren. Maar dan valt je eigenlijk wel tegen dat dan niet meer mensen opstaan om die club op een of andere manier dus meer steun te geven. Dan gaat niet direct om grote bedragen. Maar ook de kleine bedragen heb ik niet zien voorbij komen. Nee. Is er nog een mogelijkheid verder te gaan in de hoofdklasse? Ik weet het niet. Het enige wat ik wil zeggen, al dat geld dat op mijn rekening, of dat rekening gestort is van die 17, 10, 16, 99, dat wordt allemaal echt, elke euro krijgt iedereen weer terug. Want wat een werk? Is een werk. Er blijkt een programma voor te zijn om dat wel te kunnen regelen. Dus dat is de afspraak ook van no cure, no pay. Redden we het, dan is het mooi voor onze club. Waar we heel graag gehoopt hadden natuurlijk. Maar nu dat niet gebeurd is, al die mensen, al die steun. Al dit wat geld gestort op de rekening. Ja, dus iedere euro, want er zijn heel veel mensen die hebben echt kleine bedragen gestort. Hè? €2, en dat €3. Valt een beetje, dat vind ik op zich fantastisch. Al die particuliere mensen die dat gestort hebben, geweldig. Maar ik heb er helaas te weinig keer 1000 gezien. Keer 1500 heb ik dat. Dan gaat het hard natuurlijk. En het zijn allemaal 1 euro's en 2 euro's. We hebben het ook gevraagd. Van stort iedereen een euro, dan komt het goed. Maar ja, als er te weinig mensen zijn die dat doen. En nogmaals, die mensen die het gedaan hebben, geweldig. En we gaan met opgeheven hoofd. Ja, dan gaan we met opgeheven hoofd gaan we verder. Ja. Ja. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen week? Ah, de afgelopen week vond ik eigenlijk achteraf een fantastische week. Wat er allemaal gebeurde en alles eromheen en landelijk. Wij ook kwamen en iedereen die belt je op of ze nu in het westen wonen of waarom. Maar iedereen die belt je en zegt, goh, het gaat fantastisch enzovoort allemaal. En dat gaat een goede kant op. Ja, dat hadden we ook. En met Hengsten inzet. Het is fantastisch geweest op zich. Niks meer aan. Ja, die jongen heeft zich fantastisch ingezet. Want voor jou was natuurlijk, het was een compleet circus natuurlijk afgelopen week. Je hebt iedereen toch SC Vindam op de kaart gezet. Ook samen met heel veel anderen. Samen met heel veel andere mensen. En het is helaas, het minste wat je kunt doen is gewoon je stink de best doen. En het is helaas niet gelukt. En ja, dat is jammer. We zijn er wel, we hebben ons best gedaan. Nogmaals, we hebben ons uiterst best gedaan. En er zijn waar gedaan wordt, er zullen misschien ook bepaalde dingen niet goed gegaan zijn. Maar excuses ervoor, als er bepaalde dingen niet goed gegaan zijn, excuses ervoor. Dat ik misschien, ja, maar had me niks gedaan, dan waren we vorige week al dood geweest, denk ik wel. Precies. Klopt. Ja. Nou, ja. Dat kunnen we concluderen. Dat klopt. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor de tijd.